Vandaag, 6 maart 2012, zijn we hier in het Europees Parlement bijeen voor een werkbijeenkomst over de betekenis van internet voor de Nederlandse economie. In 2009 was de waarde van de verkochte producten en geleverde diensten via het internet zo'n 24 miljard euro. Zo'n 4,3% van het bruto nationaal inkomen, zo blijkt uit een recente studie die ik hier heb van de Boston Consulting Group. De verwachting is nu dat dit aandeel zal groeien met 9% per jaar naar 41 miljard euro in 2015, maar liefst 5,9% van het bruto nationaal product. Ook biedt deze sector en het werken via internet aan 110.000 mensen werk. Het internet speelt een cruciale rol in de toekomst en vooral bij het herstel van onze economie. Vooral het midden- en kleinbedrijf in de regio's kan hier nog beter gebruik van gaan maken. Daar liggen nadrukkelijk kansen. Vandaag het debat in het parlement, maar bij voldoende belangstelling wil ik over dit rapport van de Boston Consulting Group met u een bijeenkomst beleggen in Nederland. Laat het weten, een uitnodiging aan u allen en zeker aan de betrokkenen bij het MKB. Dank u wel.